kunstwerkplaats KW 37 verhuist van Schuitgraaf naar Presikhaaf. Ster van Kooten vroeg aan Dianne van Engelen, bewoonster van het eerste uur, waarom de kunstwerkplaats moet verhuizen. Op de plek waar wij nu zitten in Schuitgraaf gaan 400 woningen gebouwd worden. En dat staat nu ingepland voor de komende jaren. Dus daarom moesten wij daar weg. Ja, dat was wel een beetje onverwacht. We hadden natuurlijk een soort van verlenging gekregen van ons contract. En dat stond toentertijd gepland tot 2020. En we zitten nu in 2018, dus dat was even wat eerder dan waar wij rekening mee hebben gehouden. De straatnaam is nog een beetje onbekend. Marsdiep of de Merwedestraat, Eemslaan. Het adres moet nog bepaald worden, maar in ieder geval Presikhaaf. De gemeente heeft zijn uiterste best gedaan om ons op een noodvoorziening te brengen. Nadat we een aantal locaties onderzocht hadden voor de tijdelijkheid, kwam deze plek er eigenlijk uit. En ik denk dat de gemeente zich behoorlijk heeft ingespannen om dit in een korte termijn voor elkaar te krijgen. Er was een motie ingediend door de politiek om de kunstwerkplaatsen te behouden voor Arnhem. Die motie is eigenlijk voltallig aangenomen door de gemeenteraad. Dus toen kwam er uit dat er eigenlijk naar een permanente plek gezocht moest worden. Maar dat kon in die korte termijn van de bouw die ze in Schuitgraaf willen gaan plegen. Tot wij zeg maar die weer naar een nieuwe plek zouden kunnen gaan. Die termijn zou te kort zijn voor een permanente plek. Want daar is iets meer onderzoek voor nodig. Er komt enorm veel mee. De werkplaatsen die nu ook zeg maar in Schuitgraaf staan allemaal. Alle woonwagens waar wij in leven. De dieren, onze beeldentuin. Een blauwe kikker, zeg maar. Een prieel waar allerlei activiteiten in mogelijk zijn. Dus dat alles wat op Schuitgraaf staat, nadat we ook nu een heleboel hebben weggedaan, zeg maar er blijft een heleboel over, dat komt naar deze plek. He, omdat dit een noodvoorziening is, op weg naar een permanente plek, waar we dus vanaf nu ook naar aan het zoeken zijn. Dus na 2 jaar hopen we hier weer weg te zijn. Iedereen is zeker van harte welkom. Het terrein zeg maar, waar wij niet mogen wonen en niet mogen werken, staat wel open voor activiteiten. Dus we hebben natuurlijk een beeldentuin die daar een plaats in zal nemen. De paarden die komen daar te staan. En wij hopen dat als we hier geland zijn, ik ga uit van het voorjaar. Want voordat wij weer een beetje hersteld zijn van deze intensieve verhuis, zou het leuk zijn als we hier wat projecten kunnen gaan organiseren met de wijk Presikhaaf.